Goedenavond en welkom bij deze finale uitzending van onze club. Alle clubs die ik dit seizoen heb bezocht zijn hier in Domburg aanwezig voor de finale uitzending. En we gaan er een feestelijke avond van maken. We spelen een quiz en daar wordt bekend wie onze club van 2015 wordt. Dus er staat echt wat op het spel. En we hebben natuurlijk de jeugdtrucs. Zeeland heeft massaal gestemd de afgelopen weken via omroepzeeland.nl/stemnu. En daar stonden al die prachtige trucs van de jeugdspelers op een rijtje. En we hebben wel een hele deskundige jury vanavond die uiteindelijk het eindoordeel gaan vellen. Want niemand minder dan meesterscout Pieter Visser is in ons midden. En ook het Feyenoord talent van dit moment, Bart Nieuwkoop uit Tholen. Nou, laten we beginnen met een applaus voor die twee. Die stemmen die de mensen hebben kunnen doen bij ons op de website. Daar hebben we er uiteindelijk 5 van geselecteerd die de meeste stemmen hebben gekregen. En de heren juryleden zullen daar vanavond de beste truc van kiezen. Maar er is natuurlijk nog meer, want we hadden ook de penalties. Ik was elke week trok ik de voetbalschoenen aan, hè, en ging ik ze nemen op die keepers. 5 penalties bij elke club. En er was 1 keeper die de meeste tegenhield en die gaan we vanavond nog in het zonnetje zetten, want dat is natuurlijk een prachtige prestatie dat je van al die 23 keepers de meeste penalties tegen weet te houden. Dus die krijgt ook nog een mooie prijs vanavond. Dan hebben we ook nog optredens van 2 balgoochelaars uit het Brabantse. Nelson en Rick, zij staan er al achter, komen straks ook nog naar het podium en zullen jullie ook prachtige trucs laten zien. Want die trucs van die jeugdspelers waren natuurlijk prachtig, maar die mannen kunnen er ook wat van. En dat komt dus allemaal voorbij vanavond. Veel is maar bijgebleven van die 23 clubs die ik heb bezocht. Maar wat overal opviel was dat er op de Zeeuwse velden heel wat fanatieke supporters rondlopen. Ik ben Boudewijn de Coastermaker en ze noemen me hier allemaal Boud. Ik ben Leo Dingemansen, ik ben 25 jaar supporter van de VV Arnhem Muiden. Ik ben Leen van der Bijl, ik ben vaste supporter van Brugge Boys. Ja, ik ben dus Bart van den Bergen en ik ben eveneens fanatiek supporter van de Brugge Boys. Ik ben Cor Bouwman, ik ben 77 jaar en ik ben supporter van DFS. Toen ben ik met een Domburger getrouwd en die zat in de voetbal. Dus ja, automatisch mee naar het voetbalveld. Ik ben Jochem van Leeuwen, ik ben 39 jaar, ik ben oudspeler van AZVV. Meneer Blommaert, supporter van HVV, fanatiek. Ik ben natuurlijk al jaren fan van de Kloetingen, vooral de laatste 2 jaar. Ik ben Piet Franke, ik ben al mijn hele leven eigenlijk bij de Meeuwen. Ik ben Han Quist, supporter van Owat 67. Ik ben Piet Versluis, ik ben supporter van Oosburg. Ik ben Bram Aljaars. Ik ben een supporter van Oostkapelle. Ik ben Sjaak van Eikeren, 50 jaar reeds besmet met het Patrijzen virus. Ik ben Gerard Zijtvecht, ik ben vaste supporter van VV Rolandia en we gaan altijd mee naar uit- en thuiswedstrijden. Ja, ik ben Johan de Rijk, ik ben supporter van SDO. En wat heeft mij hier gebracht, hier op Lamswaren? Ja, dat is de liefde. Ik ben Nelle Wandel, ik ga altijd mee met de club naar uit- en thuis, al is het nog zulke slechte weer. Ik ben Peter Simons, supporter van Terneuzense Boys, omdat ik heel mijn leven al bij Terneuzense Boys gevoetbald heb. Ik ben Theo van der Velde, supporter Tholense Boys, al sinds de F's. Ik ben Wim Vaase, supporter van WH's, al heel veel jaren. Ik ben Johan van der Jacht, geboren in het Hoge Nieuwskanaal. Ik kijk al veel langer naar voetbal, vanaf mijn 8e jaar ging ik al kijken naar de Nadorst. Ik ben Chris van Zalen. Ik ben supporter van Zeeland Sport. Het is een hele rij, hè, met supporters die we bezocht hebben bij al die clubs. En de vragen die we vanavond aan jullie gaan stellen, die gaan over die supporters. Maar natuurlijk niet alleen over die supporters. Over al die uitzendingen die we dit seizoen hebben laten zien. Dus hier gaan we beginnen met de eerste ronde van de Onze Club Quiz. Club-icoon Honoré Neefs van HVV 24 speelde ooit voor Willem II, maar kreeg daar een boete van 15 gulden die hij weigerde te betalen. Waar kreeg hij die boete voor? Was dat A, een overtreding op een medespeler tijdens de training? B, omdat hij zijn aanvoerdersband was vergeten bij een uitwedstrijd? Of C, omdat hij te laat kwam omdat zijn brommer een lekke band had? Wat gebeurde er destijds? Ik moest naar de training. En op een gegeven moment had ik een platte band.
Dus die laten maken. En dan ging ik terug. En dan kwam ik bij de trainer en die zei, je komt te laat, 15 gulden boete. Dennis Aken was de jeugdspeler die bij SDO 63 de truc deed. Hoe oud is hij? Of was hij op het moment van de uitzending natuurlijk? Misschien is hij ondertussen jaren geweest. Dat heb ik niet gecheckt. Maar Dennis, hoe oud was hij toen hij de truc deed? Was hij 6? Was hij 11? Of was hij 17 jaar? De afgelopen weken had ik steeds D-pupillen die de truc deden. Maar hier bij SDO hebben ze alleen E en F. En dus heb ik Dennis gevraagd de truc te doen. Hey Dennis, je bent 17, hè? Dus kan nog net als jeugdspeler mee. Ja, nog nat, hè? Dit wordt volgens mij de eerste truc waar ik mijn voeten niet bij nodig heb, hè? Op welke leeftijd debuteerde clubicoon Jo Melis in het eerste van de Meeuwen? Was hij toen 11? Was hij toen 12? Of was hij toen 14 jaar oud? Ja, meneer, je kunt het ons beter zelf vertellen, denk ik, hè? Wilt u het fluisteren? Ja, 12 jaar. Hoeveel goals scoorde clubicoon Tony van Iersel voor Domburg? En het leukste van deze vraag is dat hij zelf de uitzending heeft moeten kijken om het te weten, want daarvoor wist hij het nog niet. Is het A 127, B 156 of C 193 doelpunten? En in al die jaren was je een echte doelpuntenmachine. Hoeveel doelpunten zijn het uiteindelijk geworden? Nou, ik heb net gehoord dat het er 193 zijn. Ik dacht zelf 170, maar het zijn er dus 193. Hoe worden supporters Leen van der Bijl en Bert van den Bergen van Bruce Boys genoemd in de club? Is dat A de Muppets, B Peppy en Kokkie of C de Harde Kern? Meneer, hoe komt u? Hoe kom je naar die gekke naam? Of C de Harde Kern? Ja, dat weet ik ook niet. Moet iemand van de voetbal vragen. We willen toch meestal willen drinken graag een pilsje. En wat noemen ze dan ook? Peppy en Kokkie of wat ik het wat. Maar ja, de Muppets, wij hadden er zelf nooit van horen. Hoe heet het? SKNWK is de naam die voortgekomen is uit een fusie tussen drie clubs in Nieuwekerk. Met welke twee sportclubs fuseerde de voetbalvereniging? A. Met de schietvereniging en de tennis. B. Met de korfbal en de volleybal. Of C. Met de jeu de boule en de tafeltennis. In 1954 is de voetbal eigenlijk opnieuw gestart na de watersnoodramp. En in 1960 is besloten tot een fusie tussen DSS, dus de korfbalvereniging, Sinoto, de voetbal, en volleybalvereniging Nieuwekerk. Nelson de Kok, een steeds bekendere naam gaan worden, aan het worden in de wereld van het balgoochelen. Wat kan jij zoal met een bal, behalve wat je straks gaat laten zien? Wat ik allemaal met een bal kan. Veel techniek, denk ik. Technische vaardigheden. Zowel op de grond als in de lucht, zoals we dat noemen. Dus grondbeweging is vaak op de grond en de lucht is het balletje hoog houden. Ja. Nou, we gaan straks nog wat jeugdtrucs van Zeeuwse voetballers laten zien. Ja, daar kan je dan ook wel even je mening over geven straks, toch? Als we die laten zien. Ja, absoluut. Ik ben heel benieuwd. Waar ben je allemaal te zien tegenwoordig? Want ik zeg al, je bent een naam die steeds bekender wordt. Ja, misschien dat de jeugd wel FIFA Street kent. Dat is een PlayStation game waar wij model voor hebben gestaan. Techniektrainer bij de jeugd van RKC Waalwijk. En ook in de Eredivisie zelf balactief. Ja, en Rick, jullie hebben ook een eigen voetbalschool met z'n tweeën. Dat klopt. Vertel daar eens wat over. Ik heb er minder aandeel in, maar ik probeer natuurlijk ook om de tijd een steentje bij te dragen. Maar we staan er vooral voor om de dingen die we op straat leren toch ook op het veld toepasselijk te maken. En zo de spelers te verbeteren. Nou, ik ben erg benieuwd. Laat even wat zien en dan ga ik even aan de kant om ruimte te maken voor deze twee balgoochelaars.
eens een groot applaus, Nelson en Rick. We gaan verder met strafschoppen, want ik nam er 115 dit seizoen. Na aflevering 20 dacht ik wel weer van in welke hoek moet ik ze nu weer gaan mikken. Maar goed, 115 in totaal. Laten we kijken naar een impressie van al die penalties. Juist! Oh, je had hem bijna. Ah, weer dat zijnetje. Ah, lekker. Wie op heeft gelet, heeft gezien dat dit 22 keepers waren. Hè? Jullie hebben meegeteld, hè? Want eentje zat er niet in. En dat is de man die als enige 3 penalties niet in zijn doel liet gaan. En hij is er vanavond ook, heb ik me laten vertellen. Kevin Verboom, kom even naar voren alsjeblieft. Hey Kevin, goedenavond. 2 penalties kreeg ik er maar in bij jou. Je ging op de schouders. Veel reacties gehad op die uitzending en die avond? Ja, een beetje. Bescheiden of echt maar weinig? Nee, bescheiden. Want de beste keeper van Zeeland ben je dan, hè? Ja, over deze afleveringen, ja. Dan kwam ik daar bij DFS bij jullie en toen zei jullie clubicoon Huib Noortier, hij zei, er wordt een makkie voor jou vanavond, Jan-Jaap, want die keeper van ons, die ziet niet zo goed. Toen heb ik dat ook in ons stukje op internet nog getikt. Toen stuur jij mij een berichtje via Facebook. Toen zei je van, ik zie wel goed. Hoe zit het nou met je ogen? Want dat wil ik nou wel eens weten. Nou, ik heb een reumatische ziekte in mijn ogen en daardoor is af en toe mijn zicht minder. En nu krijg ik spuit in mijn ogen en dan wordt het steeds beter. En in juli word ik geopereerd aan 1 oog. Dus dan zou het weer goed moeten zijn. Oh kijk, dus dan is het weer helemaal... Ga je nog beter worden, denk ik, hè? Ja, nog beter. Want voor de mensen die het gemist hebben, Kevin liet er dus maar 2 door. Nou, laten we gewoon nog even kijken hoe dat ging, goed? Zo hard op de lat dat hij bijna op het tweede veld lag. Nou, 2-1 hè, Kevin. Oké, de laatste. Goed gedaan, man. En je ging nog op de schouders. Nou, geef een applaus, Kevin Verboom, de keeper van dit seizoen. En bij de beste keeper hoort natuurlijk een prijs. En daarvoor zou ik even naar voren willen roepen Erik de Koeier, oud profkeeper en keeperstrainer van FC Axel. Want jij mag de prijs aan Kevin uit gaan reiken. Geef een applaus, Erik de Koeier. Nou, dan geef ik even de microfoon aan jou, Erik. Dan mag je nog een kort woordje aan Kevin doen. Want jij weet hoe moeilijk het is om een penalty te pakken. Absoluut, Jaap, dankjewel. Dank Kevin. Allereerst gefeliciteerd met deze prijs. Ondanks het mindere zicht, toch een unieke prestatie denk ik, dat je als keeper van de DFS tot 3 penalty stopt. Alhoewel, ze worden niet bijster goed ingeschoten, maar... het is inderdaad moeilijk voor penalties te stoppen inderdaad. Zo lang mogelijk blijven staan is het advies en dan de penalty trapper uit zijn concentratie brengen. Dat is het enigste. En dat heb je gedaan, inderdaad. 3 keer gestopt. Gefeliciteerd. Daar is de prijs. Nog een applaus voor Kevin Verboom. Erik, kom jij er nog even bij alsjeblieft? Want ik vroeg net al aan Kevin, jij veel reacties gehad op die buikschuiven? En nu! Ja, absoluut. Alleen maar positieve reacties. Ja, hoe het met de witte kleding was. Ja, want ik... ging meestal met, ik had wel wat reservekleren, maar hier had ik er ook niet helemaal op gerekend. Maar je had gewoon 2 sets van alles bij. Hè? Je zei, Jaap, kom maar mee naar die kleedkamer. Dan douche je even en ik heb allerlei spullen voor je. Ja, geen probleem. Ik had er een beetje rekening mee gehouden natuurlijk. Dus voor jou ook een extra setje. Ja, heeft dat te maken met jouw verleden als prof? Dat je wel weet dat dit soort geitjes wel eens voor kunnen komen? Ja, absoluut. Je moet voorbereid zijn op de dingen. Hè? Nou was Erik... daar dus aanwezig bij Axel en die zei tegen mij van ja, ik vind het wel leuk om te helpen en om die buikschuiven te maken. Maar ik ben natuurlijk een hele goede keeper geweest. Dat zei ik, maar dat vind je zelf ook wel toch? Nou ja, het is echt prima.
Dus ja, ik wil ook wel zo'n penaltyreeks op jou nemen. Nou, die avond geen tijd meer voor, maar toen hebben we later hebben we nog een momentje geprikt om die penalties te doen. Dan laten we eerst even kijken. Dat jij me uitgedaagd hebt, brengt bij mij wel wat meer zenuwen mee. Maar is dat bij jou ook een beetje zo? Of denk je van, nou, als ze er 5 in gaan, geef ik er ook niks om? Nou ja, god, het is wel een leuke uitdaging, maar ik heb even voor hetere vuur gestart voor Jaap Corin natuurlijk. Dus. Nou, we gaan het zien. Okay. Hey, succes! De eerste. Ah, man, gelijk gepakt zeg. Ah, man. Het zijn toch de zenuwen, denk ik. Ja! Ah, oh, man. Ik heb het al gezien, alleen vol uithalen werkt, want anders ligt hij toch in de goede hoek. Dus dat ga ik maar doen. De laatste, Erik. Toch goed gedaan, man. Bedankt dat je de uitdaging uitging. Okay, verwacht je een paneelkatje? We gaan verder met een rondje quizzen. De voetbalclub uit Sint-Annaland heet WHS. Waar staat dat voor? A. Willen helpen scoren. B. Winnen helpt samenspel. Of C. Wij houden stand. Punten halen was lastig voor het eerste elftal van de club waar ik vandaag ben. Onderaan geëindigd in de tweede klasse. Maar WHS uit Sint-Allenland is niet voor niets. Wij houden stand. Dus dat doen ze hier. Hoe had keeper Dennis Rijnberg van Terneuzense Boys zich voorbereid op mijn strafschoppenserie? A. Hij had nieuwe handschoenen gekocht. B. Hij liet al zijn medespelers 10 strafschoppen op hem nemen. Of C. Hij had al mijn penalties tot dan toe genomen geanalyseerd. Maar ik zie, er staat zelfs een panenka op, hè? Er staan 2 panenka's op, dus ik... Dus je bent op alles voorbereid? Ik ben op alles voorbereid. Nou, succes! Ja. Gerard Zuidwecht is supporter van Relandia. We zagen hem net al even voorbij komen bij de supporters. Hij heeft een duidelijke voorkeur voor drank tijdens de wedstrijd. Ik ben erachter gekomen dat er meer supporters zijn in Zeeland die een voorkeur hebben voor een bepaalde drank tijdens de wedstrijd. Maar wat was de voorkeur van Gerard Zuidwecht? A. Bier. B. Koffie. Of C. Drinkt hij altijd sinaas tijdens de wedstrijd? Ik ben Gerard Zuidwecht. Ik ben vaste supporter van VV Relandia. En we gaan altijd mee naar uit- en thuiswedstrijden met een vaste groep. We drinken altijd koffie. Hij is er ook vanavond. Hier vooraan met de groene trui en de capuchon zit hij. Supporter Boudewijn Kousenmaker van Aardenburg. Waar staat hij onbekend? A. Boudewijn kust alle spelers voor ze het veld opgaan. B. Boudewijn heeft een jel na een doelpunt. Of C. Hij gebruikt een gastoeter als de tegenstander aan de bal is. En Aardenburg is hier, en Aardenburg is daar. Op de Marenzaal, de Aardenburg is hier. Op het terrein van AVC Aardenburg staat het usje van Flip. Maar wie was Flip in Aardenburg? De plaatselijke badmeester, de clubtopscorer of het enige erelid van Aardenburg? Vroeger was het huisje van de badmeester en dat was dan ook zijn verblijf. En hij werkte dan voor de gemeente en mocht dan hier kost en inwoning voor krijgen. Weet vrijwilliger Joke Clement van Beverlanders wat buitenspel is? A. Ja, want ze heeft altijd zelf gevoetbald. B. Ja, maar ze heeft nooit zelf gevoetbald. Of C. Geen idee wat buitenspel is. Ik ben Joke Clement. En u zult wel denken, wat doet ze achter een bingo-machine? Maar dat is een van de dingen die ik als vrijwilligster van Beverlanders doe. Ik heb heel veel dingen gedaan bij de voetbal, behalve zelf gevoetbald. Maar één ding, ik weet wel wat buitenspel is. Dat waren de vragen tot nu toe. Is het een beetje te doen? Ja? De jeugdspelers die net al die antwoorden op hebben gehaald, zouden die nu allemaal even naar voren willen komen. En dat gebeurt natuurlijk onder een luid applaus. Pieter Visser, voorstellen hoeven we u niet. Laten we het even over het pas uitgekomen boek hebben om te beginnen. Want u heeft een boek geschreven, Voetbal als medicijn. Dat is wel heel erg op u van toepassing, hè? Ja, ik heb het zelf niet geschreven. Willem Vissers, een van de beste voetbaljournalisten. Van de Volkskrant? Van de Volkskrant.
En die weet heel veel van mij, want ik wil dat boek eigenlijk niet. Maar hij heeft me bewogen om het toch te doen. En ik moet zeggen, heb het fantastisch gedaan. En zelf lees ik niet veel boeken. Ik ben altijd onderweg aan het reizen en ik hou van de buitenlucht. Maar dit boek heb ik wel in één nacht uitgelezen. Dus dat moet wel een goed boek zijn. Dat vond ik ook, dat vond ik ook. En wat mij opviel is, want ik let natuurlijk vooral op het Zeeuwse gedeelte, want dat zit erin in het boek. Ik kon goed voetballen, ondanks dat ik uit Zeeland kwam, schreef u. Of schreef Willem. Wij waren natuurlijk, we hadden een hele goed ploegje in de Zeeuwen. Was hier de Zeeuwen. En ik weet nog goed met Piet Stro, Adrie Klopmeijer, deze jongens. En de vader van Danny Blind, Frans Blind. Wij werden kampioen met de B. We gingen gelijk naar de A, werden kampioen met de A. We klopten ook Brabantse ploegen, maar een echt een goed elftal. En met 16 jaar stond ik in de Zeeuwen 1. Maar is het sowieso moeilijker als je uit deze provincie komt om ver te komen in het voetbal? Ja, toen wel. Maar later niet, want Danny Blind, Adrie Koster, Jantje Poortvliet, die zijn allemaal aan de top gekomen. En dat zou nu weer kunnen. Bart, de andere juryman, die volg ik al bij Feyenoord. Ook een Zeeuwse jongen. Dus ik zie wel talent. Ricky van Drommelen, die speelt bij Sparta. Hij gaat nu al bij het eerste mee trainen. Dus ik denk wel, ik ben wel veel in Brazilië en in Colombia en die landen. Maar ik heb ook vaak onze club op de televisie gezien. Want dat volg ik ook. Ja, dat is goed om te horen. Dus u heeft al deze jongens ook in actie gezien? Nou, niet allemaal, maar een aantal wel. En ga zo door, jongens. Goed trainen en mijn boek lezen. Want daar staan vele voetbaltips in. Daar gaan we het straks nog even over hebben, over die tips. Bart Nieuwkoop, selectielid van Feyenoord. Ja, Piet zegt, het is nu mogelijk om in Zeeland de top te komen. Jij bent toch heel snel de provincie uitgegaan, hè? Ja, klopt. Eerst RBC, Roosendaal, 6 jaar. En denk, ik was 15 jaar toen ik provincie uitging. Ging ik naar Rotterdam. Is het nu al een droom voor jou die uitkomt, dat je in die eerste selectie van Feyenoord zit komend seizoen en eigenlijk ook afgelopen seizoen al? Ja, zeker weten. Ik bedoel, het is een hele mooie club en selectie, ja, die bereik je niet zomaar. Dus ik ben heel trots op. Toch doe jij nog van alles voor het Zeeuwse voetbal, met name voor Tonense Boys, want je bent daar ook gewoon nog jeugdtrainer, hè, bij je eigen oude clubje. Ja, afgelopen seizoen was ik jeugdtrainer van de senior van Tonense Boys, maar volgend jaar ga ik wel even een jaartje me stoppen. Ja, maar hoe was dat om die jongetjes nog jouw opgedane kennis en ervaring al over te brengen? Ja, hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk om met de jongens bezig te zijn. Wel een beetje techniek bij leren is het belangrijkste, denk ik. En het was jammer dat ik op zaterdag niet bij je kon zijn, zodat je niet ziet wat er op zaterdag op het veld gebeurt. Maar gewoon op dinsdag en donderdagavond trainen geven, dat is hartstikke leuk om te doen. We gaan verder met de trucs, want we hebben heel wat trucs gezien dit seizoen. Jullie komen straks in actie als de 5 trucs waar het meest op gestemd is. Die gaan we eerst eruit halen, want via onze website omroepzeeland.nl/stemnu is massaal gestemd op die trucs. En daar zijn dus de 5 beste uitgekomen. Maar laten we eerst even gaan kijken naar alle trucs van dit seizoen. Doen wij even een stapje opzij. Zo, hé. Ik ga goed opletten. Even kijken. Nou, dat is een goede truc. Oefen je hier vaak op? Het is een soort dans. Waar halen jullie ze vandaan, joh? Laat maar zien. De lucht in met die bal. Dat is de bedoeling, hè? Lopen, 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 lopen. In één keer goed. Zo! Doe je dat vaker? Ja, dat leer ik hier. Wow! 10, 11. Zo! En gewoon doorgaan. De Zidane als passeerbeweging. Kijk eens aan. Nou, zo moet het dus. Wow, omhoog wippen en omdraaien. 1, 2. Zo, hé. Dat was hem, hè? Applaus voor de trucs. Blijven jullie nog maar even zo staan, inderdaad. Hier een rijtje aan die kant van het scherm en aan die kant van het scherm. En dan zal ik eventjes de 5 trucs gaan bekendmaken waar het meest op is gestemd. En uit die 5 juryleden gaan jullie dan straks de top 3 kiezen. Maar er is natuurlijk voor al deze jeugdspelers die trucs hebben gedaan een prijs vanavond. Want ik stond echt te kijken elke week weer wat ze uit de Hoge Hoed hebben getoverd. Tijd voor de top 5. De eerste die bij de truc zat met de meeste stemmen, voetbalt bij De Meeuwen, is pas 8 jaar, Sam Wissen. Gefeliciteerd, Sam. Blijf even staan. De tweede die bij de meeste stemmers zat is van Zeeland Sport, Lucas Richard. Gefeliciteerd, Lucas.
De derde kan er niks aan doen, geen doorgestoken kaart. Robin van Domburg. Gefeliciteerd, Robin. Nummer 4. Het enige meisje van dit seizoen. Patricia van de Beverlanders. Gefeliciteerd. En dan hebben we nog één plaatsje over. In de 5 waar het meest op is gestemd. En die komt van het eiland Tholen. En dat is Mark Tichem. Mark, gefeliciteerd. Dan gaan we naar deze 5. En dan moeten jullie even goed opletten. Gaan we naar deze 5 nog een keer kijken. Want we hebben van deze 5 apart nog een filmpje met de trucs. Dus we kijken nog even mee. Wow, gelijk goed hè? Ja. Toch? Tussen de benen. Zo. 1, 2, 3, 4. Schaar en meenemen. Zo. Nou, dat is een goede truc. Het lijkt wel een dans. Is het ook een beetje een dans? Dat waren ze, de 5 waar het meest op is gestemd. Piet, kan jij een beetje de leiding nemen in de jury, want je bent ietsje ouder. Ja, maar ik heb wel advies gevraagd aan de jonge talenten. Hè? Dus jullie gaan dat samen uitzoeken? We samen wel uitgezocht. Oké, okay, Bart, waar let je op bij zo'n truc? Wat is het belangrijkste? Ja, de techniek, dus niet de ruzie met de bal, denk ik. Belangrijk. Geen ruzie hebben met de bal. Nou, ga even terug naar jullie plek. Dan horen we jullie straks met de winnaars. Mogen jullie nog even blijven staan? En jullie natuurlijk ook. Want we willen nog even de balgoochelaars terug hebben op het podium. Nelson en Rick, geef ze nogmaals een applaus. Ja, Nelson, kom even naast me staan als je wil. Want dit zijn dus de 5 trucs waar het meeste op is gestemd. Misschien is het wel leuk als die kinderen nog even die truc aan jou laten zien. En dat jij er dan nog even iets over zegt. En dat je daarna zelf nog wat trucs uit de kast haalt. Ja, absoluut. Ik wil ze wel eens in het echt zien. Ja? Oké, okay, nou dan mogen ze jouw bal lenen. Ze hebben allemaal goede... Patricia is de eerste. Ja, laat maar eens zien wat je doet. Weet je hem nog, Patricia? Ah, gelukkig. Kijk eens aan. Hop. Oh, het is hier glad. Applaus. Het is dus tussen de benen opwippen en hoog houden. Nou, dan wil ik van jou zien of jij hem ook kan, Nelson. Ja, heel goed. De tweede, Sam. Heb je genoeg ruimte, Sam? Want jij moest een beetje maar lopen. Ho, heel goed. In één keer goed. Die wil ik nog een keer zien. Die wil hij nog een keer zien. Hij wil hem nog een keer zien, Sam. Jury, kijk mee, hè, want hier kan je ook nog aan de vanaf laten hangen. Hop, hop. Goeie bal. Ja, dat vind ik mooi, want die kun je ook gebruiken in de wedstrijd. Dus, Die kun je ook gebruiken in de wedstrijd, zeker. Ben jij wat minder goed in trucs die je ook in de wedstrijd kan gebruiken eigenlijk, of niet? Nee, zag het er zo uit. Nou, maar anders had je wel bij Real Madrid gespeeld, dacht ik, of niet? Nou, ik heb wel in het hoogste niveau van het zaalvoetbal gevoetbald. Dus ja, dan heb je ook techniek nodig natuurlijk. Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 28. Ah, Groene Ster Vlissingen? Ja, heb ik wel vaak tegengespeeld. Oké. De volgende, dat is Lucas. Een dansje en een rondje. Lucas, dat heb jij geleerd bij Skills and Control volgens mij, hè? Ja. Kijk eens aan. Nou, laat zien Nelson of je hem ook kan. Heel goed. Was dat goed, Lucas? Ja. Ja, was goed. Oké, Robin. Heel goed. Ook functioneel, Nelson. Ook functioneel die, hè? Absoluut, ja. Die kun je ook in de wedstrijd gebruiken, denk ik. Nou, laat zien. En dan hebben we Mark en die zit al een beetje naar boven te kijken van wat hangt daar. Want ja, die moet de lucht in die bal, hè? Ja, hartstikke goed. Nou, Nelson, ben benieuwd. Ja, applaus voor de jeugdspelers en voor Nelson. We gaan nu nog wat trucs zien van Nelson en Rick. Ja, als jullie het leuk vinden, hier staan jullie eerste rij, dus ik zou nog even lekker blijven staan. Geef ze een applaus, Rick en Nelson.
Applaus weer voor Nelson en Rick. Wat een prachtige trucs allemaal. Ja, nu wordt het spannend, want de jury is eruit. Zullen we doen dat u nummer 3 bekend maakt, dan Bart nummer 2 en u weer de winnaar? Dus degene die zijn naam genoemd wordt, mag hier deze kant op komen. We hebben de 3e plaats voor beste truc van onze club van dit seizoen voor... Mark van Tichem. Mark Tichem van NOAD. Gefeliciteerd, Mark. Hey, gefeliciteerd. Wij hebben eigenlijk een beetje zitten kijken naar functionele techniek. Wij zijn nog steeds de voetbalmannen. Maar ook dit was moeilijk. En ik heb wel spelers gezien in Brazilië ook die dat in de wedstrijd deden. Dus blijf het oefenen en doe het een keer in de wedstrijd. De rainbow, hè, Mark? Ja. De rainbow. En laat het zien aan het publiek nog even, Mark, je boek en je prijs. Mark Tichem van NOAD. Bart, de 2e prijs is voor... Sam Wisse. Sam Wisse. En zo'n jonge leeftijd heb je mooie acties. Maar je had de baltechniek, maar ook de snelheid. Ga zo door. Jij komt er wel. Vond jij ervan, Bart, van de druk van Sam? Ja, op zo'n jonge leeftijd zo'n actie. Die kan je gewoon gebruiken in de wedstrijd. Dus vooral blijven doen deze acties. Heel goed, Sam. Laat nog even zien aan het publiek je prijzen. Sam Wisse van de Meeuwen. Maar zoals Henny Huisman vroeger al zei, er kan er maar 1 de winnaar zijn. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, dus zeg jij het maar, Piet. De winnaar van de jeugdtruc van onze club van dit seizoen is voor... Wij vonden samen Robin Jammernek. Robin Jammernek van Domburg, daar is hij. Want jij had ook een hele mooie actie met de bal. Die kun je gebruiken in een wedstrijd. En als je dat nog perfectioneert, veel traint, dan kom je nog een goede voetballer. Hier is het boek. En daar is de beker. Ja, gefeliciteerd jongen. Hartstikke mooie truc. Robin, laat zien aan het publiek. Applaus voor Robin, de winnaar van de jeugdtruc van dit seizoen. Dan is het weer tijd om de pennen te pakken, dames en heren, voor de laatste keer. De laatste ronde. Wat doet supporter Mattie Brandt van Domburg als haar club een penalty krijgt? A. Ze vertelt de trainer wie je moet nemen. B. Ze draait om omdat ze niet durft te kijken. Of C. Ze gaat achter het doel staan om de keeper van de tegenstander af te leiden. Ja, de laatste. C. Ja. Weet u nog wat u gezegd heeft tijdens de uitzending? Ja, dat weet ik heel goed. En ik weet ook altijd wat ik doe. Want ik heb van het eerste elftal eigenlijk nog nooit geen penalty gezien. Nooit. Ik draai altijd om of ik ga weg. Welke oud-profvoetballer speelde dit seizoen af en toe mee bij Zeeland Sport? Was dat A. Dennis de Nooijer? Was dat B. Gerard de Nooijer? Of was dat C. Jonathan Constantia? Nou zie ik
tussen die spelers wel een hele oude speler. Ja, ja, dus, ja, precies. Gerard de Nooijer, die treedt zelfs bij jullie mee, speelt ook wel eens mee, geloof hij, ik. Hij speelt, het eerste half seizoen heeft hij wat meer gespeeld. Natuurlijk even interim coach geweest van Dordt. En ja, de laatste tijd, als hij kan trainen, traint hij mee. Maar hij heeft ook wat last van blessures. Patrijzen heeft in Janine van der Horst een vrouwelijke voorzitter. Van welke vereniging is zij nog meer voorzitter? Van de carnavalsvereniging? Van de damclub, PWG? Of van de tennisclub? Ja, zeg het zelf maar. Van PWG Straanpolder, de damclub. Wat is dan leuker, het voetballen of het dammen? Dat is niet te maken. Nee, nee. Eén keuze maken of is echt allebei even leuk? Voetbal is leuk, het dammen is ook leuk, maar dat zijn twee verschillende sporten die keurig bij elkaar aansluiten. Dus, Welke tip gaf clubicoon Jaap Lensen van FC Axel aan mij tijdens het gesprek? A. Stoppen met dat programma, het is niks. B. Koop nou toch zwarte voetbalschoenen, want die groene, dat gaat echt helemaal nergens over. Of C. Neem nou een Panenka als je straks op onze keeper penalties moet gaan nemen. U was ook een echte penalty-nemer, begreep ik, hè? Ja, dat ik moet later deze uitzending nog penalties gaan nemen. Heeft u nog een tip? Ja, je moet Panenka penalties doen, hè? Een Panenka? Ja, die moet je doen, vandaag, hè? Een stiftje door het midden? Ja, eerst de keeper laten vallen en dan leg hem er even over, hè? Afgesproken. Hé? Gaan we doen. Ik kom kijken, vraag. Waar diende het ballenhok van Noah 67 vroeger voor? Diende het als kleedkamer, als washok of als kantine? Ik ben Johan Filius, ik ben vrijwilliger van Noord 67 en dit was vroeger onze kantine. Van hieruit deden we koffie en thee en vooral bier en ook voor de kinderen chips deden we daar door dat ruitje heen deden we dat verkopen. De laatste vraag van vanavond gaat dus over Oostburg. Vraag 10. Welke West-Vlaamse club vertelde in de uitzending van onze club dat het plannen heeft om over te stappen naar het zaterdagvoetbal? En als je dan zegt dat het over Oostburg gaat, is het niet heel moeilijk meer. Maar hier komen de antwoordmogelijkheden. A. Aardenburg, B. IJsendijken of C. U voelt hem al aankomen, Oostburg. Nou, dat werd wel even spannend gemaakt, hè, deze vraag. Hele goede vraag. Erg sterk, ja. Ja. Van de presentator moet je het hebben, hè? Ja. Wilt er nog iemand een hulplijn inzetten? Of, Die punten trekken we gewoon af. Wat vindt u van de avond tot nu toe? Buitengewoon. Goed geregeld allemaal. En dat is ook een leuke, die quiz. Vindt u het moeilijke vragen? Ja, ik heb alle uitzendingen niet gezien, dus ja. Welke vraag vond u het moeilijkst tot nu toe? Van de Muppets. Oké, dan is het nu tijd om onze club van 2015 bekend te gaan maken. Het was heerlijk om al die afleveringen met jullie allemaal te kunnen maken. Hartverwarmd toen we bij al die 23 clubs ontvangen zijn dit seizoen. En dan vonden we het leuk om een winnaar aan te wijzen door middel van welke club dit seizoen het beste op heeft gelet. Wie de meeste vragen wist te beantwoorden over die Zeeuwse clubs. En daar hebben we deze beker voor. De winnaar. En dus, onze club 2015 is geworden Oostkapelle. Kom maar naar voren alsjeblieft. Hans Bart, gefeliciteerd Hans. Heb je nou 23 afleveringen lang met pen en papier op je schoot gezeten? Daar hebben wij mensen voor in de club, ja. Afgelopen vrijdag hebben we alle vragen vast doorgenomen en je ziet het even resultaat gehad. Ja, want je hebt ze ergens op weten te scharrelen. Ja. Nou, hartstikke goed gedaan. Dankjewel. Hoe vond je het om mee te doen aan dit programma dit seizoen? Heel leuk. Je kon je als club goed profileren en de mensen in Zeeland hebben van al die verenigingen die op het scherm geweest zijn, denk ik, een goed beeld gekregen. En ik vond het een geweldig programma. Nou, onze club 2015, daar hoort deze trofee bij. Nog een hard applaus voor voetbalvereniging Oostkapelle. Hans, gefeliciteerd. Blijf nog even staan, laat hem zien. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit seizoen, onze club. Dank voor het kijken aan u en dank aan alle clubs voor het meedoen. En een hele mooie zomer toegewenst. Thank you.